President Desi Bouterse heeft vanmorgen in het presidentieel paleis een viertal personen gedecoreerd. Deze zijn de grote zangers Oscar Harris, Louis Winsak, Rick Hilversum en Erwin Bouterse. Zij zijn benoemd tot officier in de Ereorde van de Palm. President Bouterse omschrijft de genre van deze muzici als soulliederen van de tijd toen soul nog soul was. Ook haalde de president aan dat de muzikale beïnvloeding van dit viertal op feestjes of grote evenementen zo groot was dat het een onvergetelijke dag was voor zowel de organisatoren als de bezoekers. De president is van mening dat deze muzikanten zowel op nationaal als internationaal vlak hun sporen hebben verdiend. In het verre buitenland heeft u het Suriname gevoel en het Suriname zijn helpen uitdragen. Het is de regering die bij uitstrek het vertrouwen in eigen kunnen en het nationaal gevoel stimuleert. Het is zeer gepast om u in eigen land zo vaak als het kan te erkennen. Deze erkenning is niet altijd in de vorm van een decoratie, maar het minste dat je als Surinamer kan doen, is je eigen kunnen maar zo waarderen. President Bouterse deed verder een beroep op de zangers om door te gaan met het dankbaar werk dat zij verzetten en ook om een rolmodel te zijn voor de jongere generatie muzici. Ik vraag ook de jonge muzici te begeleiden en te volgen. Dit zodat ook deze jonge zangers, als ze de leeftijd bereikt hebben, kunnen terugkijken op een succesvolle en respectabele loopbaan. Blijf de role model die altijd in alle bent geweest. Blijf dat hoog houden zodat onze jongeren zich aan dit soort talenten door de voorzienigheid en de gegeven uit te bouwen, maar waardoor het positieve wat hieruit uitstraalt en de vereniging van ons allen, zeer met uw talent, ga daarmee door. President Desi Bouterse, hij sprak vanmorgen in het presidentieel paleis bij de decoratieplechtigheid van een viertal muzikanten.